Een 3D print of een CNC fräser maakt best wel wat geluid als die bezig is. En zeker bij lange prints waar die uren achter elkaar aanstaat, zeker 's nachts, kan dat voor wat irritaties gaan zorgen. Hey! In deze video ga ik een aantal tips geven hoe je hem snel stiller kan krijgen. En ik ga een enclosure bouwen om hem helemaal stil te krijgen. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Omdat we dat niet zomaar gaan doen, maar analytisch gaan doen, heb ik deze gave decibelcam gemaakt. Ik heb hier een decibelmeter, een GoPro, zodat ik overal zo precies het geluid kan meten en dat ook kan filmen. Maar wat zijn decibels en wat zegt dat ons? De decibelschaalverdeling is een logaritmische schaalverdeling. Dat houdt in dat als het geluid verdubbelt, er maar 3 decibel bij komt. Dus dat wil zeggen dat als je 2 wasmachines hebt van 90 decibel, dat je uiteindelijk 93 decibel hebt. Als je de decibels met 10 toenemen, dan vertienvoudigt het geluid. Nou, een beetje verwarrend, dus ik heb een aantal voorbeeldjes. Een gewoon gesprek is zo rond de 60 decibel. Een wasmachine is zo rond de 80 decibel. Een straalmotor, die komt op 130 decibel. En dit is genoeg voor directe gehoorbeschadiging. En op 16 mei 1972 is de hardste scheet gemeten op 194 decibel. Best wel indrukwekkend. Laten we beginnen om te kijken naar de oorzaak van het geluid. Bij een 3D-printer komt dat vooral door de fans en door de stappenmotoren die de bewegingen van de assen maken. Vooral die laatste zijn vervelend, want dit zorgt voor trillingen die als je pech hebt door het hele huis te horen zijn. Een paar simpele fixes die dit al voor je kunnen oplossen zijn je fans vervangen voor stille varianten, wat langzamer printen, stillere stappenmotoren of simpelweg de trillingen dempen. Dit kan met een demper als deze of met schuim, maar daar kom ik later op terug. De kast zoals ik die hier heb is eigenlijk één grote klankkast en is dus eigenlijk het minst geschikt. Bij de CNC-frees heb je nog een andere oorzaak en dat is het geluid van het frees op het materiaal. Dit kan best wel flink zijn en dit kan je wel oplossen door langzamer te frezen, maar dat is niet altijd wat je wil. Laten we eens kijken hoeveel decibel we meten. Met dit simpele programma in POM meet ik al gauw 85 decibel bij de frees zelf. Als ik een stapje achteruit doe, neemt het wel al redelijk snel af. En als ik de kap dicht doe, gaat het nog wat verder naar achter. Maar bij een wat agressiever freesprogramma schiet hij al gauw naar 105 decibel. Dat is best wel hard. Maar veel belangrijker vind ik het geluid buiten. Het is niet zo goed te zien, maar hij piekt hier buiten op zo'n 66 decibel. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet zo gek, want dit is hoe mijn frees nu staat. Hij staat, nou ja, dat is een harde behuizing. Die staat hard op deze werkbank. En deze werkbank die heb ik vervolgens hier weer vastgeschroefd aan de muur. Daar bijvoorbeeld. Zodat hij lekker stevig staat. Dat is heel fijn. Maar alle trillingen die dus hier zijn, die worden overgedragen aan dit. Die worden weer overgedragen aan het hout. En het hout, dat is mijn werkplaats. Eén grote klankkast dus. Dus het eerste wat ik ga proberen is om de schuimpanelen onder te gooien. Maar dan moet ik eerst de frees even wegtrekken. Ik heb nu de nieuwe schuimpanelen onder en ik zou nu de trilling niet moeten doorgeven aan de schuur. En dus vooral buiten een stuk stiller moeten zijn. Laten we gaan kijken. Ik heb het identieke programma aangezet en je ziet binnen al een flinke daling van zo'n 10 decibel ten opzichte van de 105 die we net hadden. Buiten is hij nu overal wel wat stiller, maar de pieken die blijven nog steeds wel redelijk hoog op 64 decibel. Dat is al best wel een verschil met 2 simpele stukjes schuim eronder. Maar ik wil hem nog stiller hebben, dus ik ga een box bouwen waar die in past met rondom overal dit schuim. Zodat ik lekker de hele dag kan frezen en niemand er last van heeft. Deze behuizing hoeft maar weinig kracht te houden, dus ik maak hem van 9 mm multiplex. Bij de bouwmarkt waren ze vriendelijk genoeg om het allemaal op maat te zagen, dus ik kon gelijk aan de slag. Deze groef die ik gefreesd heb, die zorgt dat ik het hout makkelijk kan uitlijnen met het in elkaar nieten, want ik hoef het alleen maar in de rand te zetten. En het zorgt ervoor dat ik veel meer lijmoppervlak heb en dus een sterkere verbinding krijg. Net als bijna elke box die ik bouw, lijm ik hem met elkaar door in de groeven lijm te smeren en hem vervolgens met een paar nietjes vast te zetten. Ik heb een hekel aan dat gedoe met klemmen en op deze manier kan ik snel verder. In de deur maak ik van polycarbonaat een raampje zodat ik kan zien wat er gebeurt. En het leek me een goed idee om dat uit de losse pols te doen. Dat bleek helaas niet zo'n goed idee en de lijnen zijn best wel krom geworden, dus volgende keer maar een liniaal erlangs. Evengoed paste het mooi en met een paar plankjes kon ik de kromme lijnen mooi verbergen. Met de box helemaal af was het tijd om het schuim erin te gaan lijmen en ik gebruik hiervoor Polypress SG120 schuim. De 120 houdt in dat dit schuim 120 kilo weegt voor een kubieke meter.
Dit is dus best wel dik en zwaar schuim en dat is perfect om al deze trillingen op te gaan vangen. Het idee is dat deze box op twee manieren werkt. Het isoleert de machine voor trilling van de rest van de werkplaats en doordat het een gesloten box is, dempt het gewoon een groot deel het geluid van de frees. Laten we eens gaan kijken. Dit is best wel een verschil. Aan het begin had ik 66 decibel buiten, met pieken soms zelfs wat hoger. En nu is de max die ik gemeten heb 56 decibel. Dat is een vermindering van 10 keer. En los van alle decibellen is het qua beleving ook een stuk prettiger. Eerst was het echt heel storend, maar nu is het meer een beetje op de achtergrond. In totaal was ik zo'n 60 euro kwijt voor het schuim en voor het hout bij elkaar. Dus dat valt best wel mee. En je doet jezelf en je buren er een heel groot plezier mee. Wil jij project previews, meepraten op mijn Discord server of zelfs je naam hier aan het einde van de video in beeld hebben? Kijk dan even op mijn Patreon. Wil je lekker een andere video zien? Klik dan vooral rechtsboven. Tot volgende week.